Welkom bij Blender 2.8 voor beginners. In deze les en de opkomende zal ik je laten zien hoe je deze art kan maken met handige tips en tricks. Zorg ervoor dat je Blender 2.8 van blender.org hebt of kijk in de beschrijving van deze video voor een directe downloadlink. Het is gratis en je hebt geen profiel nodig. Wanneer je Blender opstart voor de eerste keer, zul je deze schermpje zien dat er anders uitziet bij mij en dat komt omdat ik al wat opgeslagen bestanden heb. Maar voor nu kan je ernaast klikken en gaat het weg. En voor het geval dat je mist welke muiseltoetsenportknop ik gebruik, dan kan je die beneden links terugzien. Als voorbeeld als ik op deze camera druk, kun je zien dat ik een op heb gebruikt. Als allereerste laat ik je even zien dat er twee manieren zijn om dingen te verwijderen. We hebben deze camera niet nodig. We kunnen met deze camera geselecteerd op delete drukken en is hij in één keer weg. Ook deze lamp hier hebben we niet nodig, maar dit keer druk ik op X. En dan op delete. Het zijn twee stappen. Ik zal je nu even laten zien hoe je kan bewegen in deze viewport. En hoe je bepaalde aanzichten kan krijgen voor een object. Als ik mijn muiswiel rol naar voren en naar achteren is het natuurlijk in en uitzoomen. Als ik mijn muiswiel ingedrukt houd en mijn muis beweeg kan ik om een object heen. Als ik shift en mijn muis nog ingedrukt houd kan ik bewegen naar links, rechts, boven en beneden. Nou, er zijn bepaalde aanzichten waar het dus iets strakker is. Bijvoorbeeld als ik op numpad 1 druk, ga ik naar het vooraanzicht van deze kubus. Druk ik op numpad 3 is het de zij-aanzicht. En numpad 7 is de bovenaanzicht. Er zijn er meer aanzichten, maar dit is iets voor meer geadvanceerde gebruikers. Nou voordat we deze kubus in het tv gaan veranderen moeten we de kubus even bovenop het rasterwerk zetten want het werkt een stuk lekkerder. Dus we gaan even naar het vooraanzicht met numpad 1. Klik op de cube, drukken we op G om hem te kunnen bewegen. Maar we hebben niet echt veel controle. Dus we drukken op Z om iets meer controle te krijgen. Nu kan hij alleen omhoog en omlaag. Maar nog steeds is het een beetje te vloeiend. En ik wil graag met de blokjes werken. Dat kunnen we doen door op Ctrl ingedrukt te houden. En nu zie je dat we iets meer op de blokjes kunnen werken. Dus ik zet hem hier neer. Nu is het ook zo dat je het van links en rechts kunt doen. Dus dan druk ik op G. Druk ik op X en nu kan ik naar links naar rechts. Nu is er ook nog een Griekse I. Om het even beter te laten zien, ga ik even mijn muisknop ingedrukt houden en laat ik het even zo. Dus G en Z voor omhoog en omlaag. G en X voor links en rechts. En G en Griekse I voor naar voren en naar achteren. Nou, als je niet helemaal weet welke je moet doen, kun je altijd hier even kijken welke knopjes dat zijn. Het volgende wat we gaan doen is, we gaan deze kubus schalen en een beetje een vorm geven van het TV. Alleen er is een beetje een probleem. Als ik op S van schaal druk, zie je dat het verkleint naar het middenpuntje dat oranje is. En als ik nou de TV te groot vind en ik maak hem wat kleiner, dan moet ik weer als de rode lijn de grond is, op G drukken, op Z drukken. En dan moet ik hem proberen precies te krijgen. En zoals je ziet, als ik inzoom, is dat niet helemaal gelukt. Nu kan ik nog meer inzoomen. Maar er is iets veel handiger om dit op te lossen. Ik druk even op Ctrl-Z om het ongedaan te maken. Het eerste wat ik ga doen is ik druk op G, ik druk op Z, ik zet hem eventjes terug terwijl ik Ctrl ingedrukt hou. Nu ga ik in Edit Mode. Want in Edit Mode is alles al geselecteerd. Druk ik op G, druk ik op Z, zet ik hem weer omhoog terwijl ik Ctrl ingedrukt hou. Maar als ik nu uit Edit Mode ga, is het puntje weg. Het puntje zit nog steeds hier. Nu is het een beetje onduidelijk te zien vanwege dit uh, spanpuntje. Ik druk even op G, Z. En ik zet hem even opzij, zodat je het beter kan zien wat er gebeurt. Nou, als ik de tv te groot zou vinden en ik druk op S voor schaal. Dan zul je zien dat die netjes op de grond blijft staan. Dit is heel erg handig. Druk op Escape, druk op Z en ik laat hem zo. Het volgende wat we gaan doen is: we gaan de tv breder maken, want dit is een beetje een vierkant iets. Dus we gaan in edit mode met tab. Druk op S. Druk op X, hou ik Ctrl ook ingedrukt en maak ik hem ongeveer zo groot. Nu gaan we even naar de bovenaanzicht met numpad 7 en nu moeten we de tv aan de achterkant natuurlijk een beetje een puntige hoek geven. Alleen dat kunnen we pas doen wanneer we een extra lijn hebben toegevoegd. Ik druk even op Alt A zodat alles gedeselecteerd uh, is en nu om een extra lijn toe te voegen, druk op Ctrl R. En zoals je ziet hebben we nu een gele lijn dat ons een optie geeft waar ik het ook doe om een extra lijn toe te voegen. Dus ik druk hem hier neer en nu heb ik een extra lijn die ik nog steeds kan kiezen waar ik hem wil. En ik zet hem even hier neer zodat die drie blokjes van de buitenlijn af is. Nu moeten we deze achterste puntjes selecteren. Dus ik klik in een leeg veldje en ik sleep hem naar de andere kant. Ik laat los en nu zou ik denken dat ik ze allemaal heb. Maar wanneer ik mijn middelste muisknop ingedrukt hou om het even te controleren, zul je zien dat we de onderste puntjes niet hebben geselecteerd. Nu is daar een heel handig dingetje voor. Hierbovenin, dit heet X-ray, oftewel doorzichtigheid. En nu kun je er doorheen zien, maar dat zou ook tellen voor wanneer we puntjes willen selecteren. Laat je even zien, we gaan even naar bovenaan zeggen met numpad 7. Ik druk even Alt A om alles te deselecteren. Ik ga opnieuw in een leeg veldje klikken. Ik sleep hem naar de andere kant. Ik laat hem los. Even controleren. Druk middels de muis op in. En zoals je ziet hebben we nu alle puntjes geselecteerd. Heel erg handig. Dan gaan we gaan terug naar de bovenaan zitten met numpad 7. Druk ik op S van schaal. Druk ik op X. Hou ik ctrl ingedrukt. En kan ik het nu een meer puntige hoek geven. En als ik nou even ga kijken. Zul je zien dat het bijna een tv-vorm heeft gekregen, een oude, maar dat maakt niet uit. We gaan naar het zij met numpad 3. En nu moeten we alleen de bovenste puntjes selecteren. Zoals je ziet hebben we nu alles. Druk op G, druk op Z, druk op Ctrl en doen we hem gewoon iets naar beneden. Ongeveer de helft van deze cube, als je kijkt, dat de helft. En nu is de basisvorm klaar. Heel ja, mooi. Er is alleen één ding: dat onze tv een beetje erg scherpe lijn hebben. Nu kunnen we hier iets aan doen om het wat minder scherp te lijken. Er zijn twee manieren. En als je om je heen kijkt, zie je eigenlijk dat niets heel scherp is als dit randje hier. Zelfs een mes is niet zo scherp als je een microscopisch zou inzoomen. Ik heb hier twee kubussen. En voor deze kubus aan de rechterkant ga ik een modifier gebruiken. Ik druk hier op deze tapje met de sleutel, dat heet modifiers. Ik druk op dit om een lijstje te krijgen met allemaal modifiers wat allemaal leuke en gekke dingen doet. En in dit geval druk ik op bevel. En zoals je nu kunt zien zijn de randjes minder scherp. Natuurlijk kun je hiermee spelen om allerlei gekke dingen te krijgen. Maar in ons geval willen we iets meer controle hebben. En het zal ook in deel 2 duidelijk worden waarom we dat nou eigenlijk willen. Goed, nu laat ik je het tweede ding zien. We kunnen op deze kubus drukken en in tab gaan. Druk ik op A om alles te deselecteren. Nu wil ik bijvoorbeeld alleen deze twee randjes hier gedaan hebben. Nu druk ik op dit puntje en dan wil ik ook dit puntje. Alleen dit puntje gaat weer weg. Als ik shift ingedrukt houd, kan ik alle puntjes behouden die ik indruk. Nou, om het te doen druk ik op Ctrl B. Want B van bevel, net zoals met de Modifier. En nu als ik mijn muis er vanaf beweeg, zie je dat we best wel veel zelf kunnen kiezen hoe scherp we willen hebben. Of je kan het zelfs ge gebruiken voor een, uh, een gebouw of, of een heel ander object. Maar in dit geval hebben we meer controle. Nu kunnen we kiezen om dit randje uh, zo te doen. En om bijvoorbeeld te kiezen. Uh, ik wil dit randje met Ctrl-P uh, wil ik veel meer hebben. En nu gaan we dit toevoegen aan onze TV. Alleen ik wil deze lijn rondom niet gedaan hebben, want als je vanaf de zijkant kijkt, zie je dat het op zich niet een heel scherp randje is. Dus we klikken op onze TV, gaan naar Edit Mode met Tab. Nu moet ik alle puntjes selecteren met A, alleen zie je dat deze lijn ook geselecteerd is. En als ik nu op Ctrl B druk. En ik beweeg mijn muis van de tv af. Zie je dat die lijn ook gedaan wordt. En dat is iets wat ik niet wil. Dus hoe lossen we dat op? We moeten extra lijntjes toevoegen die we later weer kunnen verwijderen. We hebben dat net eerder gedaan met deze lijn eigenlijk. Dus we drukken op ctrl-r. En bovenin hier of beneden kun je klikken. En nog een keer om hem los te laten. En nu moeten we het ook hier doen. Dus ctrl-r klikken nog een keer om los te laten. Nu hebben we eigenlijk op elke kant hebben we een plusje gecreëerd, zoals je hier ziet een plusje op de achterkant, onderkant, bovenkant. Nou zorgt dit ervoor als ik alles selecteer met A en ik hou shift ingedrukt en ik klik op dit puntje hier, dat deze hele buitenlijn is nog steeds geselecteerd behalve deze lijn en dat is wat we willen. Alleen nu moeten we aan elke kant elke plusje de middelste even weghalen. Dus deze, deze, achterkant, zijkant en de onderkant. En nu hebben we alles gedaan. Als ik nu op ctrl-b druk en mijn muis er vanaf beweeg, voorzichtig, hebben we nu een randje. Druk ik één keer. En nu hebben we alles behalve deze lijn. Maar nu moeten we die andere lijnen die we net gemaakt hebben even verwijderen. Dus ik druk op alt-a om alles te deselecteren. En nu is het zo dat je hele lijnen kan selecteren wanneer je alt ingedrukt houdt en met je muis op een lijntje klikt. Nu hebben we de hele lijn rondom automatisch uh, geselecteerd. kunnen we ook doen met deze alt ingedrukt houden en een lijntje selecteren. Nu druk ik op x en krijgen we een aantal opties. Vertices zijn de puntjes. Edges zijn zeg maar de streepjes. En faces zijn zeg maar de platen zelf. Deze andere twee zijn voor nu even niet van toepassing. Maar in dit geval, als we op uh, vertices drukken, gaan de puntjes weg. De streepjes die aan de puntjes vastzitten en de faces gaan weg. Nu kunnen we het heel makkelijk weer repareren. We zoomen even een stukje in. En om een face in te vullen, dus een zo'n plaat, moet je altijd vier puntjes hebben. Dus ik hou shift ingedrukt. Ik klik 1, 2, 3. Die puntjes druk je op F. Nou, dit hoef je eigenlijk maar één keer te doen. Want als ik shift ingedrukt hou en deze twee puntjes toe En nog een keer op F drukt zie je dat die gedaan wordt. Nog een keer F. En nu wordt het automatisch gedaan. Dat is echt super handig. Moet ik ook even onderkom doen. Af en toe even mijn beeld er even goed zetten, zodat jullie kunnen zien wat er gebeurt. En de laatste. En nu is het weer gerepareerd. We hebben nog steeds uh, de minder scherpe rand. We hebben deze lijn hier achter. En dan moeten we het ook even doen met deze lijn hier. Dus ik druk op Alt-A. Selecteer ik deze lijn. X. Vertices. Dan doe ik even vier puntjes voor de eerste keer. Dan kan het af en toe lastig te zien zijn. En kijk wat je doet, want deze is niet goed. Stel nou dat je een verkeerde puntje hebt geselecteerd moet je niet daarnaast drukken. Want dat is zonde, want dan gaat dat puntje ook weg. Wat je wilt doen als je een keer een puntje hebt geselecteerd. druk op Ctrl Z om deze ongedaan te maken. Zo hou je die. hoef je alleen deze weer te herselecteren. Dat scheelt allemaal tijd en werk. En nu heb ik vier puntjes. F. Nu is dat weer gemaakt. Nu moet ik twee puntjes doen. En nu kan ik lekker op F drukken. Om alles gedaan te krijgen. En nu, nog één keer, als dus ik druk ongedaan maken, dus dan wordt die automatisch weer geselecteerd. En hebben we onze TV met minder scherpe randjes en extra lijnen. Het enige wat we voor nu nog even gaan doen is het plaatje maken waar het glas en het spelletje komt. Dus wat we gaan doen is, we gaan naar de vooraanzicht met numpad 1. Ik zoom even wat in. Ik klik precies tussen deze drie puntjes in en ik sleep mijn muis ingedrukt naar de andere kant. Zodat ik vier puntjes heb. En X race dat uit. Dus ik selecteer niks aan de achterkant. Heel goed. Ik zet mijn camera even zo neer, zodat jullie goed kunnen zien wat ik nou ga doen. Als ik op E druk. En ik doe dit of dat. Zie je dat we een extra gedeelte hebben aangemaakt. Alleen hier heb ik niks aan. Dus ik druk op Escape om hem los te laten. En als ik nu op S van schaal druk. Wordt al snel duidelijk dat het een soort extra lijn is. Die we hier eerder hadden gemaakt en hier. Maar dan in een vorm van een vierkantje. Dus ik ga naar voren aanzicht. Het zal zo duidelijk worden wat we hier gaan doen. Ik schaal hem nog even een stukje groter. Ongeveer zoiets. Dat dit en dit mooi is. Maar dit. Dan moet wel hier tegen de rand aan, want hier komen de knopjes en de speaker. Dus ik druk even op g en x. En ik zet hem even iets meer deze kant op. Hij nou is nog iets te groot, dus ik druk op s en x. Klein tikje eraf. g en dan weer x. En nu hoef ik geen ctrl in te drukken, want ik moet echt precisiewerk doen hier al. Ik denk dat deze randjes. Alle drie wel gelijk zijn. En nu hebben we hier ruimte over om spikertjes en knopjes te doen. Alleen de tv is erin. Wat ik daarmee bedoel, we drukken op E. Het enige wat ik doe, is, is de muis een stukje deze kant op bewegen naar achteren van de tv. En klik ik om hem los te laten. Nu zie je dat we een soort inhammetje hebben gemaakt. Dus nu kunnen we het spelletje hierop maken en we kunnen glas ertussen zetten. Alleen het randje hier is heel erg scherp. Ik klik even in een leeg veldje om hem los te laten. En wat ik nu ga doen, ik druk Alt in. En ik selecteer dit lijntje. Ik druk op Ctrl-D. En ik haal hem een klein tikje vanaf. En nu zie je dat we een iets minder scherp lijntje hebben. Ik ga uit Edit mode. maakt een beetje op een magnetron. Maar het begin is er, het begin is er. Het volgende wat handig is om te doen is even om je werk op te slaan. Dat kun je doen door op file te drukken en dan save of save as te doen en dan kies je een mapje waar je het in doet. De volgende keer gaan we een speaker dingetje maken, we gaan knopjes toevoegen, we gaan de tv een naam geven, we gaan de tv een kleur geven en we gaan uh, achtergrondje invoegen zodat we wat mooie reflectie op onze tv krijgt. Als je vragen hebt over verzoek, stel die dan beneden de video. Als je deze les handig vond, geef dan een duimpje omhoog en abonneer als je dat al niet al had gedaan. En bedankt voor het kijken.